Ja, Peter, jij mocht in Keulen al een klein stukje van Batman Arkham VR spelen. Nou ja. Luister, was een behoorlijk deel van de game. Ja, maar de game is niet zo was namelijk 10 minuten. Ja. Maar hey, PlayStation VR is uit, dus dat betekent ook dat Batman Arkham VR uit is. Ja. Je hebt hem helemaal gespeeld. Helemaal. Ja, vertel. Dat was zwaar, hoor. Hoe was het? Ja, bizar, joh. Ja? Ja, echt bizar. Het is bizar, bizar, bizar. We gaan gelijk eventjes, Warner Bros. Zelf heeft tegen mij op Gamescom gezegd, ja, we're looking for the movie pricing approach. Dus ze prijzen de game alsof, als waar het een film was. Nou. Oftewel €20 voor een ervaring van ongeveer anderhalf uur. Dan ga je nog een keer de game spelen met Riddler Trophies. Maar dat is het. Het is een experience van anderhalf uur. Maar het is een experience die je nog nooit hebt meegemaakt. Want je bent Batman. Ja, je bent Batman zelf. Ja. Maar het is niet dat je gaat knokken. Het is echt dat je moet gaan... Je bent een soort van private detective, toch? Ja, je bent een private detective. Ik ga heel weinig spoilen, omdat het natuurlijk maar een ervaring is van anderhalf uur. Dus als ik iets zeg van, oh, die is er... Niet meer of daar. Hoe is het gevaarlijk? Ja, dan is het hele verhaal al weg. Ja. Maar wat de kracht is van Batman Arkham VR is dat je alle movements die Batman zou maken als hij stilstaat, want je beweegt niet in de game, die movements, die hebben ze heel goed gedaan. Dus je hebt bijvoorbeeld je rechterholster, heb je grappling hook, en je linkerholster, die moet je echt pakken, met je move control. Je linkerholster heb je detective scanner, kun je scannen. Nice. En op je riem zit batarangs. Je hebt ook een minigame in de game zitten dat je met batarangs allemaal targets moet hitten. Ja. Het werkt heel goed, man. Je pakt echt gewoon, je bent gewoon blind. Wow. Er zit natuurlijk een beetje auto-aim in. Ja, je zit gewoon blind een beetje te richten, maar het voelt heel believable. Weet je, je begint ook de game dat je echt, dan zie je je handschoenen verschijnen, dan moet je je handen in doen en dan verschijnen de handschoenen, dan moet je je mask op doen, weet je wel. Dan kijk je in de spiegel en dan ben jij Batman. Dat is zo vet. Je gelooft echt dat je Batman bent. Als je in het begin de piano toetst, dan gaat dat weg en dan word je in de Batcave gedropt, langzaam in een lift en dan voel je je buik. Het is echt heel geloofwaardig, ja, serieus. Ben je ook echt misselijk geweest? Of dat niet? Ik ben misselijk geweest. Op een gegeven moment is er een scène in het riool met een bepaalde villain, nou, dat kun je al raden, want het is in het riool. Die kan opduiken of die duikt een paar momenten op. Ik schrok me helemaal de tering. En dat is prima, maar op dat moment, dan schrik je, dus dan beweegt je lichaam. Maar ik zat al een uur in de wereld van Batman, dus niet even een grapje op een beurs 10 minuten. In die game dus sta je natuurlijk stil. Ja, maar ik zag een Killer Croc naar me toe komen, dus ik stap naar achter. Maar dat is heel raar, want achter me staat gewoon de bank. Dus die voelde ik opeens en het was echt, ik was helemaal duizelig, man. Je bent echt van de wereld weg en het is heel knap gedaan, maar je merkt dat deze... Kijk. Sorry, je hebt nog een vraag gesteld. Nee, dat maakt niet uit. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het schitterend. Weet je wat het verschil is tussen... Kijk, de HTC is een mooie VR. Dat is absoluut waar. De Oculus, daar ben ik niet zo fan van. Maar oké. PlayStation VR heeft een lage resolutie. Maar het verschil met PlayStation VR en die andere systemen is... PlayStation VR heeft nu een game gemaakt door een echte gameontwikkelaar. We praten hier niet over een tech demo. Het is gewoon echt goed gemaakt. Het is door Rocksteady zelf gemaakt. Die ook Batman Arkham Knight en Arkham City... Dat merk je, weet je. Het is echt een goede game. Dus die resolutie vergeet je direct. Want ze hebben aan zo op de details gelet. En die villains, nou, die zijn in Batman sowieso fantastisch. Maar die staan tegenover je, weet je. Die zijn net zo groot, zijn die. Kijk, nog Killer Croc is een kop groter. Dat is echt bizar. Je bent nietig. Ja. Ja, maar ik denk dat dat het ook een beetje moet zijn met PlayStation VR. Er wordt nu al gezegd dat PSVR een enorm goede line-up heeft, omdat het best wel al... Ik geloof dat het 31 games heeft bij release. Ja. Maar dat het... Tuurlijk, het zijn deels tech-demo's, maar er zitten een aantal volledige games in. Nou, het zijn volledige games, maar een stuk korter. Maar het zijn wel echt goede games qua afwerking. Ze zijn kort, geef ik je helemaal gelijk. Als je het er niet voor over hebt, dan moet je deze video sowieso niet kijken, want VR is gewoon fucking duur. Maar ze zijn wel goed afgewerkt. En dat mis ik bij de HTC, bij die Steam-demo's. Dat ik denk van weet je, ik ben nou echt gewoon iets aan het proberen wat gewoon onaf is. En dat heb ik bij PlayStation VR games. Heel veel gaan we de reviewen, dus je zal per stuk site bekijken. Maar in ieder geval voor Batman Arkham VR, absoluut niet het geval. De game is ook een soort van een kleine uitstapje vanaf Batman Arkham Knight. Het is in verhaal ook, dat is wel vet. Past het daarin. Dat is wel echt tof gedaan. Zou jij dan echt een volledige game willen in Batman, dat je ook echt kunt lopen? Nee, dat moet niet kunnen lopen. Dat kan met VR, is dat gewoon heel moeilijk. Je moet of zitten en vliegen. Kijk, je zou bijvoorbeeld een Batman... Nee, want je hebt wel games waarin je loopt. Welke dan? Riggs. Sta je niet stil, Riggs? Nee, je bent dan zit je in een Mac-pak en dan moet je... Dat is gewoon echt een online shooter. Dan moet je echt rond gaan rennen. Ik kan een stap lopen en ik ben tegen mijn televisie aan. Nee, je moet zelf niet lopen. Met je controle? Ja.
Ja, dat is het dus wel. Riggs heeft gebruikt niet de moves, maar de controller. En dat zou dus bijvoorbeeld in een Batman game wel weer kunnen. Nou, dan moet je wel zitten, denk ik. Want als je staat en de controller laat jou bewegen, maar jouw lichaam beweegt niet, dat is echt moeilijk. Dat is waarom heel veel games dat dus niet doen. Ja, als je bijvoorbeeld... Jij gaat Battlezone spelen volgens mij, of ga ik die spelen? Een van ons gaat die spelen. Daar heb je een tank, daar zit je in en je hoofd beweegt dit, de bovenstuk van de tank doet dit en de onderkant van de tank dit. Je wordt echt duizelig hoor. Ja. En dat heeft bij Batman is het goed opgelost. In de stukjes waar je loopt, teleport je als het ware naar het volgende stuk, dus je loopt nooit. Je staat altijd stil. Maar dat is goed, want als je, het gaat ook veel meer inzoomen om het onderzoeken, weet je. Je moet echt een lijk moet je gaan onderzoeken, weet je wel. Dus het is veel meer... Het gaat veel rustiger dan een hele actievolle game. Dus ik denk dat ze dat goed hebben gedaan in Batman. En de Batman-sfeer, is dat goed gedaan? Ja, man, het is gewoon Batman Arkham. Je komt op een gegeven moment... Nou, oké, ik ga niet veel spoilen. Nee, maar je komt heel veel herkenbare punten tegen. Dan start er een muziekje in of dan zie je een dingetje. En dan denk ik, dat was in Batman Arkham die of die of die. Het is echt heel erg, heel knap gedaan. En vooral qua... die weirde Joker shit natuurlijk, hè? Je wordt gek, joh. Maar als er meer van zulke soort games zijn, vind je dan PlayStation VR het waard? Of kun je dat nog moeilijk zeggen? Ik heb het gekocht, dus voordat er allemaal comments komen van ja, jullie krijgen alles. PlayStation VR krijgen wij een week te leven op PlayStation. Dan gaat daar niet mee aan de slag. Ja. Ik kon niet wachten, dus ik heb hem gekocht. Maar, weet je... Ik verdien mijn geld met videogames. Dus voor mij natuurlijk iets anders lullen dan voor mensen die... Maar... Kijk, ik ken fanaten van VR, gewone mensen, die dit werk niet doen, zeg maar. Die gaan er blind voor en dat is fantastisch. Dat zijn voorlopers die houden van die ervaring. Maar ik begrijp, ben de eerste die zegt, 500, 600 euro is gewoon te duur. Want je bent er natuurlijk niet meer PlayStation VR met een camera en die move controllers. Ja. Ik vind dat moeilijk. Ik kan er niemand portemonnee kijken. Ik ken mensen die betalen 400 euro om een weekendje naar Barcelona te gaan om daar een wedstrijd te kijken. Ja, ik zou het nooit doen, maar weet je, PlayStation VR koop ik wel, want dat vind ik vet. En maar goed, er moeten wel grote games komen. Laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn. Ja. Maar deze game was al 9 gig. Voor een ervaringtje. Ja, en ik ben hem nu voor de tweede keer aan het spelen en dan krijg je Riddler trophies, Riddler puzzels. Ja. Dat is wel grappig. Ja, dat is wel tof. Dus laat het de 3,5 uur gameplay ervaring zijn. Heb je hem al een cijfer gegeven of dat nog niet? Nou, ik wil die game een 8,5 geven. Maar dan moeten alle kanttekeningen daar wel gewoon duidelijk zijn. Hè? VR is duur, het is kort. Maar als, laten we zeggen, voorloper, als grote ontwikkelaar die voorloper is in VR, hebben ze het wel heel erg goed gedaan. Mooi. You see that life is nothing but a sick joke. And so you choose the face to match. But what happens when we become what we pretend to be? When illusion becomes the new reality? Does it even matter? After all, if you find a mask that fits, you never need to take it off.